Een andere wedstrijd uit speelronde 19 is Excelsior tegen Go Ahead, oftewel Danny tegen Ian. Back Serie A team, veel box-to-box spelers. Maurito Icardi en Ciro Immobile in de spits. Daarentegen Danny. En een beetje een mix heeft tussen BBVA, Serie A en Bundesliga. De kans is groot dat er op start gedrukt gaat worden aan het begin van de wedstrijd. Omdat ik een zilveren speler in het basisteam van Excelsior zag staan. En dat is iets dat veel voorkomt in deze competitie. Maar tot nu toe resulteert dat altijd in een start aan het begin en dan vervolgens wordt die speler gewisseld. Inderdaad, Nainggolan gaat het veld betreden voor de zilveren speler van Juventus, die jammer genoeg geen minuten mag maken in deze wedstrijd. Ook de instructies worden nog even ingezet en dan is het tijd voor de virtuele scheidsrechter om af te fluiten. De wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Excelsior is begonnen. We gaan kijken of er gelijk druk wordt gezet door één team dat dan daarmee het tempo gaat bepalen. Go Ahead Eagles aan de bal, speelt dus met 5 verdedigers. Lastig om daar doorheen te komen en helemaal met een defensief ingesteld team dat dan ook nog die tactiek gaat handhaven, wordt het lastig. Serie A is een van de favoriete leagues voor mensen die niet heel veel te besteden hebben, maar toch waar willen voor hun geld. Mauro Icardi, ik als Inter-fan mag daar natuurlijk niet al te partijdig over zijn, maar dat is gewoon een hele goede spits in deze FIFA. Excelsior bepaalt het tempo, speelt rustig rond eerst. Probeert een over de top diepteballetje op een positie waar ik zelf toch iets anders zou hebben gedaan. Maar goed, ik ben geen e-sporter van een bepaalde club, dus wie ben ik om daarover te oordelen. Ik zou het ook waarschijnlijk veel slechter doen dan alle spelers die hier aanwezig zijn. Gerrit Bill op Manolas. En dan vervolgens gaat de bal wat heen en weer, maar nog geen schot op goal. De 8e minuut van deze wedstrijd. Ian Terschuur die op dit moment 0 punten heeft, omdat hij de vorige wedstrijd in de eerste ronde heeft verloren. Excelsior daartegen heeft de eerste wedstrijd gewonnen, dus een verschil van 3 punten. Het zou zomaar kunnen zijn dat bij winst Go Ahead Eagles in één keer over Excelsior heen gaan. Maar ja, we zijn pas bij de 2e ronde van deze E-divisie, dus er is nog van alles mogelijk. Ciro Immobile en Mauro Icardi heeft Ian in de aanval wel 2 echte bombers, zoals dat in Italië Il Bombere wordt genoemd. Mauro Icardi in de Italiaanse competitie topscoorde en Ciro Immobile is ook gewoon een goalgetter. En dat zie je ook terug in de statistieken die zij op hun FUT-kaartjes hebben. Niet echt veel creatieve spelers daarin dus, maar op het middenveld met Claudio Marchisio in vorm Brozovic en Nainggolan moet daar alsnog geen gebrek aan zijn. De eerste kansen of de eerste druk wordt vooral door Excelsior gezet op Go Ahead Eagles. Een beetje stom hoe daar tegen de bal wordt gelopen. En dan een longshot van Arturo Vidal, waar nog een belangrijke redding naar kwam voor Broze. Voor Buffon heeft hij op goal, zag ik net niet. Inderdaad, aan de 2 kleuren verschillende schoenen kun je zien dat het inderdaad Gigi Buffon is. Houd het wel eventjes vast. Zorg er wel voor dat er wat blessure bij komt. Maar je kan beter dat doen. En zorgen dat iedereen op hun eigen positie gaat staan. Dan dat je het risico loopt de bal uit te gooien. En iedereen van je team uit positie is. Nu pas de wissels die door zijn gekomen van Excelsior. Dus al die tijd is er met een zilveren speler gespeeld. Paas terug op Buffon, moet snel reageren. Gaan we eens West tegen Brozovic. Wint het kopduel. Echt, torent er bovenuit. Ciro Immobile. Gewaagde paas. Mauro Icardi ziet daar vervolgens Alessandro, die meer als een buitenspeler dan een linksback fungeert. Is niet gek om dat te hebben in een 5 at the back. Mauro Icardi geplaatst schot in de verre hoek. En de keeper van Excelsior biedt redding. Wordt de speler kort aangeroepen, maar het is uiteindelijk gewoon een truc om Mauro Icardi vrij te krijgen bij de eerste paal. In tweede instantie wordt dat niet gedaan. De bal gaat niet weg. Uiteindelijk weggekopt door Gerrit Bill, die verdedigend werk doet. Kan er dan gecounterd worden? Nee, slordig omgaan met het balbezit. De bal wordt opgepakt door Go Ahead Eagles. Dan nu Excelsior weer aan de bal. Het vliegt een beetje rond, niet heel veel kansen gecreëerd. Eentje voor Excelsior, eentje voor Go Ahead Eagles.
lijkt er nu toch een doorbraak te komen voor Go Ahead. Al wordt die bal op Ciro Immobile niet goed afgespeeld. En dan is het Nainggolan die nu de aanval gaat leiden op Cristiano Ronaldo tegenover Miranda. João Miranda is inmiddels al wat jaartjes ouder, maar nog steeds niet heel veel slomer geworden in al die tijd sinds hij bij Inter is gaan spelen. Griezmann vangt de bal op. Ronaldo, Bill wordt aangespeeld, maar Manolas, de Griekse verdediger, zit daar goed tussen van Go Ahead. Elke keer wordt Alexander daar aan de linkerkant opgezocht. Leidt niet altijd tot iets, zoals nu. De bal wordt uiteindelijk weer teruggespeeld en Alexander neemt dan nog steeds de positie in van linksbuiten. Kan gevaarlijk zijn, omdat daar, dat zagen we net ook, ruimte komt te liggen voor Cristiano Ronaldo. De bal wordt onderschept, maar er wordt niks mee gedaan. En dan wederom een geplaatst schot van buiten de 16. Nou is Manuel Neuer een van de beste keepers ter wereld. Dus zo'n schot is bijvoorbeeld al wat meer kansloos dan andere schoten. En ook nog eens van zo'n afstand en ver naast het doel. 1-2 tussen Immobile en Icardi wordt niet afgemaakt. Heel erg zonde. Had een 1-op-1 kans kunnen opleveren voor Mauro Icardi. Overtreding, eigen helft. Jérôme Boateng, de enige man die nog bij de 16 blijft, is stom. Want dat is altijd een mogelijkheid tot een counter voor de tegenpartij. De scheidsrechter is rustig met kaarten. Makkelijk wel in de 39e minuut. Nog steeds geen doelpunt. Lange tijd dat in de E-divisie dat er in de eerste helft eigenlijk nog geen hele grote kans of doelpunt is voorgekomen. Schepping van Gian Miranda, Icardi. Je ziet toch elke keer dat het middenveld wordt overgeslagen. Ondanks dat er een paar zijn. Marcelo Brozovic en David Alaba. Niet voor niets bekend als een van de beste linksbacks ter wereld. En dus ook in FIFA 17. Die Marcelo Brozovic met zijn lichaam aan de kant weet te houden. Waardoor hij niet 1-op-1 gaat. Wederom wel weer een kansje voor Go Ahead. Dat ondanks dat het met 5 verdedigers speelt. Redelijk veel aanvallend in te brengen heeft. Gerrit Bill. Antoine Griezmann. Mr. Hotline Bling. Gerrit Bill. En dat is heel erg zonde. Want als Gerrit Bill iets scherper richting het doel was gelopen, was dat waarschijnlijk een hele grote kans geweest. Die hij ook nog eens voor zijn favoriete linker had binnen kunnen schieten. De scheidsrechter fluit af. We zijn doelpuntloos in de eerste helft van Go Ahead Eagles tegen Excelsior. Het is eigenlijk andersom. Excelsior is de thuisspelende ploeg. Go Ahead de uitspelende ploeg. Maar op FIFA staat het nu andersom. Omdat dat zo met het invite is gelopen. We zien een wijziging van strategieën bij de kant van Excelsior. Maar geen wissels bij beide partijen. Vaak zie je de wissels ook pas rond de 70ste minuut, 75ste minuut plaatsvinden. Omdat dan de stamina van de spelers wat langzamer is. En dan er wat meer tactische wissels bij te kijken komen. In plaats van wissels die de voorkeur hebben. Omdat een speler door degene die de controller bestuurt. Ja, als favoriet wordt beschouwd. Diep wel op Ronaldo. Aanname is wat matig. Controle is dat ook. Uiteindelijk met dribbelwerk is hij Alexandro weg. Maar die kan geen corner voorkomen. Roept geen man kort aan. Speelt wel de bal op full power tegenover de keeper. En Buffon kan die uit de lucht plukken. En uiteindelijk de bal uitspelen. Maar de distributie van die uitgap is niet heel erg optimaal. Wordt weer ingeleverd. Maar daarna wel weer opgepakt door Go Ahead. Die ook zijn passing niet helemaal in orde heeft. Ronaldo. Slecht gedaan. De balrol haalt eigenlijk het tempo uit het spel. En de dieptebal op Griezmann lukte daardoor niet meer. Alexandru nu nog steeds veel aanvallend in het spel wordt betrokken. Mauro Icardi is sterk, maar niet heel veel sterker dan Jérôme Boateng. Die natuurlijk ook een kop groter is dan de Argentijnse spits. Ronaldo probeert met een afstandsschot. Goed ingestapt van Chiellini op het juiste moment. 1-2 tussen Immobile en Icardi. Uiteindelijk Marcelo Brozovic, die niet heel veel stamina meer over heeft. Die nog wat probeert uit te halen. Florenzi, Alessandro Florenzi, de rechtsback van Roma. Die nu voor Excelsior speelt, voor Danny. Weer een overtreding. Dit keer wel een kaart voor Florenzi, de rechtsback. Of Kostas Manolas. Ze hebben hetzelfde kapsel. Even vervelend uit elkaar te houden. Een vrije trap. Buffon kan hem wegwerken. De bal blijft
in het bezit van Excelsior. Het fake shot blijft naar binnen. Maar de lange vangt hem op, speelt naar buiten. Ook die blijft net binnen. En met toch wat gelukjes blijft Go Ahead nog steeds aan de bal. Nangolan op Icardi. Nangolan, je ziet nu toch dat spelers vooral op het middenveld hoog werktempo wat vermoeider aan het worden zijn. Stamina loopt wat meer laag dan dat van andere spelers. Ronaldo aan de bal. Wederom, Ronaldo niet een hele overtuigende paas. We gaan richting de 65ste, 70ste minuut. Ben benieuwd of we dan tactische wijzigingen, wissels gaan zien aan een van beide ploegen. Ronaldo aan de bal. Weer een slechte paas van Ronaldo. Rodriguez houdt de bal bezit. David Alaba komt hem tegemoet. Gamez Rodriguez op Arturo Vidal. Op Gerrit Bill. Geen buitenspel. Maar wel geblokt. Waardoor Buffon de bal gemakkelijk op kan pakken. En We kunnen verder. Oké, dat leek even een technisch mankementje te zijn. Heel apart wat daar gebeurde. Maar ja, dat heb ik nog niet eerder gezien. Wel een goed moment om de wedstrijd te hervatten en daarvoor nog eventjes wat wissels te doen. Ik zie onder andere Marek Hamšić invallen van Napoli. Dybala, goede Argentijnse spits die voor Juventus speelt. Heel erg snel, heel erg behendig en heel lekker schot in de benen. Zij moeten zorgen voor de nodige verversing in de ploeg van Ian van Go Ahead Eagles. Ciro Immobile, slechte bal. Uiteindelijk wat misverstanden bij de verdediging van Excelsior. Bal eindigt bij Mauri Icardi. Wederom een slechte bal. Maar daar komt Excelsior. Daar komt Danny heel erg goed weg. Het staat nog steeds 0-0. En aan kansen ontbreekt het eigenlijk. Ze zijn heel erg schaars in deze helft. Een sliding die blijkbaar op de bal was van Excelsior. Vrij trap. Aan de helft van Go Ahead. Eagles staan hoog opgesteld. Zou betekenen dat er kans is voor een counter aan de kant van Go Ahead. Daar zit Chiellini goed tussen, zodat er uiteindelijk geen countermogelijkheid is voor Go Ahead. Excelsior aan de bal. Wordt onderschept. Blijft zich afspelen op dat middenveld een beetje dat gevecht om balbezit. Mauro Icardi neemt aan met het hoofd, goede aanname. En wordt dan onderuit getrapt door David Alaba. Tactische gele kaart noemen we dat. Was er misschien wel door. Nou, was er wel een verdediger die het gat had kunnen dichtlopen. Nangolan. Gaat hij de vrije trap in één keer nemen is de vraag. Er komt iemand bij en nog een derde man die daarachter staat. Nangolan op Alexandro. Op Paulo Dybala. Marek Hamšić. Balverlies. En dan moet Go Ahead Eagles gaan oppassen voor de counter. Nangolan op David Alaba. Op David Alaba terug. Op Gerrit Bill, harde paas. Uiteindelijk belandt hij weer bij Nangolan. En Go Ahead Eagles weet die kans onschadelijk te maken. 79e minuut. Nog steeds 0-0. Weinig schoten op goal. Weinig echt benoemenswaardige kansen. Kansen waarvan je zegt, nou ja, die keeper heeft er heel erg veel moeite gedaan om ze een redding te maken. Jeroen Balleteng die weer een gele kaart pakt. En dit is zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Was mij even ontgaan. Maar aan het publiek te horen wisten zij het al. Dat is de tweede gele kaart van Jerome Boateng. Nog maar 3 verdedigers in de ploeg van Excelsior. Kan gaan leiden tot kans voor Excelsior. Die eigenlijk die bal schampt in plaats van goed raakt. Jerome Boateng, ja, wat gaat er dan gebeuren? Gaan zij wisselen? Hector Bellerin heeft hij nog op de bank zitten. Dat is heel erg gunstig voor Excelsior. Dat zij nog een verdediger met volle stamina op de bank hebben zitten. Dat betekent wel dat ze een offensieve wissel moeten opofferen voor deze defensieve wissel. Maar goed, met 9 man wil je natuurlijk liever dat het 0-0 blijft dan dat je nog een doelpunt tegen gaat krijgen. En het kan nog zijn dat Excelsior uiteindelijk zelf nog kansen gaat creëren. Bij FIFA is het heel vaak zo dat wanneer jij een rode kaart krijgt, jouw spelers op een of andere manier de ruimtes beter gaan gebruiken en dus aanvallend ook meer kansen kunnen gaan creëren. Maar tot nu toe is het Go Ahead Eagles aan de bal. Paulo Dybala nogmaals vers in het veld. Moet eigenlijk die bal afspelen, want Hector Bellerin is al gefloten voor buitenspel. Hector Bellerin is fit, die ga je niet met Paulo Dybala kunnen verslaan in een sprintduel.
86e minuut inmiddels. Ook niet heel veel situaties gebeurd waardoor er extra tijd bij gaat komen. Dus het zou me niet verbazen als de blessuretijd uiteindelijk maar 2 minuten duurt. Paulo Dybala op Marek Hamšík. En Marek Hamšík, Hamšík, het is maar net hoe je het uitspreekt trouwens, sorry voor mijn uitspraak. Ronaldo over op diepte bal, keeper komt uit, Ronaldo chipt hem en de grootste kans van de wedstrijd komt op naam van Danny van Excelsior. Een chipballetje, heel apart dat Ronaldo niet, misschien wel de beste speler van het spel, kan inschatten dat zijn bal gewoon zachter geraakt moet worden, wil hij er nog ingaan. Go Ahead Eagles op zoek naar balbezit, op zoek naar kansen. Grote dieptebal naar Alexandro. Bal wordt onderschept aan Golan. Ronaldo, kan hij nog een kans creëren? Net al de grootste kans van de wedstrijd. Geeft hem diep op Gareth Bale. Gareth Bale, ja, dit is een hele grote kans. Wat gaat hij dan daarmee doen? Dat is een doelpunt voor Excelsior. In de blessuretijd met 9 of met 10 man is het uiteindelijk... Ja, wie is dat? Het is Ousmane Dembele, de elite... Mondli, Ousmane Dembele, de rode Dembele die uiteindelijk het verschil maakt. Dat is dus het voordeel van veel weekendleague spelers. Dan krijg je beschikking over dat soort spelers. Knotsgekke wedstrijd, niet al te veel kansen, een rode kaart. En uiteindelijk, ik zei het nog, een rode kaart hoeft niet altijd te betekenen dat het een voordeel is. Qua kansen ging het heel gelijk op. Balbezit toch wat meer voor Go Ahead Eagles. Passing accuracy was bij Excelsior toch wel aan de matige kant. Maar zou je niet willen doorklikken, we gaan nog één keer de hoogtepunten bekijken. Wat een gekke wedstrijd. Veel hoogtepunten waren er eigenlijk niet. Die gaan we ook niet allemaal bekijken. De rode kaart van Jerome Boateng. Ja, veel te laat. Het is een tweede gele kaart. Heel erg onnodig op de tweede helft. Maar uiteindelijk maakt dat niet meer uit. Excelsior had nog een kans gemist met Ronaldo in de 89e minuut. Dus je kan zeggen dat Excelsior wel de 2 grootste kansen had. Bal op het doel. En dan uiteindelijk het doelpunt. Die hem voorgeeft, wordt hij dan nog aangeraakt? Nee, hij wordt totaal verkeerd ingeschat door een verdediger. En dan is het Buffon die niks meer eraan kan doen. Heren, heel erg bedankt.